Ik hou van worstjes. Soms noemen ze me zelfs worstjeskoningin. Doet me helemaal niks. Worstjes, dat is mijn passie. Het geheim van een goed worstje is haar voorbereiding. Het is allemaal een savoir-faire. Als basis hebben we een goed gerijpt stukje vlees nodig. Vervolgens moeten we het vlees in stukken snijden. Het is heel technisch, het is echt een kunst. Je hebt speciaal gereedschap nodig om elk stukje te versnijden. De zaag, verschillende soorten messen en het hapmes. Eenmaal we alles hebben versneden, hebben we de stukken nodig voor het recept. Voor worstjes gebruiken we de nek. We moeten dat allemaal kopen, maar niet in te kleine stukjes. Vervolgens moeten we alle kruiden toevoegen. Zout, peper, nootmuskaat en foelie. Vervolgens moeten we alle worstjes zorgvuldig vullen. Nog een beetje geduld, lekkerbek. Vervolgens komt mijn favoriete deel. We gaan de worst roken. En voilà, kleine lekkere worstjes. Lekker, 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 lekker.